Astrid, hoe komt er een geel doekje in de tuin? Amaryllisbloem, moet je eens kijken hoe mooi dat is. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja. Nog altijd hetzelfde kanaal. Corina en de Beestenboel de Vries. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag alweer reeds vrijdag. En dan wel de 26e maart. Astrid is boven bezig. En wij gaan nu naar de tuindeur, want er wil er een in. Nou, dat kan toch gebeuren, ja. Maar Link, dat doet nog steeds heel erg zeer. Au, er valt een doekje. Oh, dan moet ik ook nog naar buiten toe. Nou, waar ze die nou weer vandaan heeft? Ik weet het niet. Ik zal het eens even vragen. Ja. Astrid. Ja? Hoe komt er een geel doekje in de tuin? Oh. Rijka heeft het nou. Ja. Is die van het rekje afgevallen? Even met de knijper vastzetten als er een knijper is. Ik dacht dat hij goed vastzet, maar niet is. Nee, helaas niet, nee. Helaas. Ja. Daar kan je ook niks aan doen, kan gebeuren. Ik zag ineens, ik liet... Ja, is het knijpertje zit er nog aan? Ik denk daar, zo stom ben ik dat. Nee. Ja, kan gebeuren, ja toch? Ja, Elwing is nog binnen, dus ook dat is weer fijn. Ja, en zoals er nu voor staat, komt Mario ze uitlaten, want Marianne voelt het niet helemaal goed. Dat wist ik al, want ze was al niet eerder goed, ze is maar moe. En de bloedwaarde is niet goed. Dus Marianne, ik wens jou ook van harte beterschap toe. Ja. Hé, onze Elwing. Maar dat komt allemaal wel goed. Hé? Ja, hoor. Doei. En bij mij, ik heb dus nog steeds vreselijk veel pijn aan de linkerkant. En ik ben begonnen om de medicijnen op een andere manier in te nemen. Omdat ik ook misselijk werd, et cetera. En last van mijn maag, maar dat begint nou wel weer. Maar ik ben bang dat ik vanochtend vroeg mijn maagtablet ben vergeten. Ja, gaat goed met mij. Ja, normaal als ik dan wakker word, neem ik een maagtablet in. En dat heb ik denk ik niet eens niet gedaan. Dus ja, en dan toch iets nuttiger. Dus ik ga zo even naar boven om dat even nog te doen. En dan kan ik straks even wat anders proberen te nuttigen. Want anders gaat het met mij weer niet goed, op een andere manier. Ja, en vergeet iets menselijk, hè. Maar oké, het is prachtig mooi weer, maar het waait als een raket. Ja. Zoals we dat noemen, hè. Dat, nou ja, ik heb ook koffie staan, dus dat komt ook allemaal goed. En ik ga zometeen eventjes eerst even een spelletje doen. Daarna ga ik een vlog in elkaar zetten. Tenminste, als ik er aan toe kom allemaal, want Mary die komt ook nog langs. Ja, dus weer druk, want... Ze hebben bij de Vibra Wol besteld en dat kan ze vanmiddag ophalen. Nou ja, oké. Leuk, gezellig. Want de wol van de zeeman is stug en de wol van Vibra is niet stug. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ouw. En, maar ja, dat gaat ze ophalen. Kan ze momenteel ook moeilijk aan mij vragen, want ik ga voor mezelf wel amper de deur uit nu. Enkel hoog noodzakelijk kwaad. En dat is dan enkel een boodschap doen of wat dan ook. Want dat laat ik absoluut niet aan een ander over. Het gaat een ander niks aan wat ik in mijn huis haal. Ja, oké, de tas too good to go. Maar dat is voor allemaal een verrassing. Dat is leuk. Ja, dat is gewoon een verrassing wat je voor jezelf koopt. Maar dat is gewoon super leuk. Ja, toch? Ja. Dus ja, ik ga eventjes naar boven eventjes een maagtablet. Nou ja, maagtablet innemen en hopen dat het zakken gaat.
En ja, mijn amaryllisbloem, moet je eens kijken hoe mooi dat is. Super, hè? Ja, ziet er prachtig uit. Ja, ik ben er weer blij mee, echt wel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En doe het met een lach. Wees vrolijk, wees blij. Maak je een ander ook al blij mee, weet je dat? Gewoon lachen. Lach tegen iemand die je gewoon tegenkomt. En zeg goeie dag die je tegenkomt. Ja, maak je een ander ook gelukkig mee. Wist je dat niet? Nou, het is wel zo hoor. Echt waar. Dus ik zou het maar gauw gaan doen, want dat kost je geen geld. Nee, ik had nog een beetje moeite om dat een glimlach op je eigen gezicht te toveren. En even goeie dag te zeggen. Ja, doe je toch. Gewoon doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later.